Want toevallig, jij hebt het dan over fotografie en hoe ga je daar met frontend mee om. Ja. Maar dat is typisch nu ook een onderwerp wat bij content ook heel erg naar voren gaat, naar voren komt. Ja. Juist door die hele kneedbare interface hebben een heleboel contentmakers fotografie en video een beetje losgelaten. Ja. Beetje als ze van, ja, dat is leuk erbij. Ja. Maar het is zo moeilijk om te voorspellen hoe dat geconsumeerd gaat worden. Ja. Laten we daar maar wat zuiniger mee aandoen. Ja. En ik merk dat het nu weer juist een vlucht gaat nemen, omdat mensen de mooie, rijke verhalen willen vertellen. Echt wat ze in Amerikaans een narrative noemen. Had je die New York Times special gezien? Sterker nog, die heb ik gepost. Damn. Oh, jongens, we zetten de link in op wastra.at. Kijk dat ding. Dat is het voorbeeld van een verhaal vertellen met tekst. Verrijkt op de juiste momenten met fotografie. Met video, met interviews, met diep achtergrondinformatie. En dat is zo mooi gemaakt. We moeten altijd even een link sturen naar hoe het gemaakt is. Ja. Want je hebt er wel een heel team voor nodig. Absoluut. Niet even zelf. Dat is wat anders dan een nieuwsberichtje plaatsen. Ja. Maar de vraag is, waar maak je het voor? Maak je het voor de nu? Is het een nieuwsartikeltje? Ja. Of wil je echt informatie gaan bieden aan je mensen? Ja. Kom jongens, jullie weten dat ik de wasstraat aan het maken ben. Hoepel maar even op. Dus, dat is inderdaad een voorbeeld. En ik denk dat we daar meer van gaan zien. Ja. En zeker hoe omgegaan wordt met van, ja, video, dat is eigenlijk wel een goed middel om bijvoorbeeld de emotie van een, in dit geval, wat was het, een sneeuwongeluk slachtoffer, om dat eventjes in te laten zien. Wat is de reactie van iemand? En dan zie je bij wijze van spreken de tranen zie je zwellen in de ogen als ze vertelt over de situatie. En dat is precies wat nodig is, wat tekst niet kan overbrengen. En met een foto misschien zelfs ook niet. Ja. Dus echt heel erg tof.